snelle die de trage opeten zou eigenlijk net goed moeten klinken voor KMO's. Je bent per definitie ben je kleiner dan de grote. Maar we weten met z'n allen dat grote organisaties, doordat ze groot zijn, een stuk van de snelheid verliezen, omdat ze een heel deel van hun tijd en energie moeten besteden om aan het in stand houden van hun organisatie. KMO's zijn per definitie kleiner en dus wendbaarder dan grote organisaties. Nu, in stabiele tijden is grootte een voordeel. In stabiele tijden kun je een 5- en 10-jarenplan maken. Je kan resources netjes gaan inzetten om dat zo goed mogelijk na te streven. Alleen in snel veranderende tijden, en ik denk dat ik niemand moet overtuigen dat we op dit ogenblik in snel veranderende tijden zitten, is dat geen voordeel meer, maar een nadeel geworden. Want als je heel lang een bepaalde marsroute uitgaat, zou het best kunnen dat de samenleving en voornamelijk je klant, want je doet het uiteindelijk voor een klant, dat die veranderd is. En dat je marsroute tot iets leidt waar geen klant meer is. Dus je moet wendbaar zijn. Bekijk niet van, och, digitale disruptie en één groot probleem en ik ga onderuit gehaald worden. Alle disruptie ontstaat vanuit een probleem. En vanuit dat probleem, oplossen van dat probleem, snel executen. Nou, daar zijn volgens mij KMO's veel beter in. Dus de oplossing is lekker creatief zijn. En proberen net dat tikkeltje verder te gaan dan wat je klant verwacht heeft. En daar hoef je geen groot bedrijf voor te zijn. Daar hoef je geen supertechnologisch bedrijf voor te zijn. Uiteindelijk kan elk bedrijf op zijn manier, op zijn schaal, die nieuwe wereld optimaal gaan gebruiken.